Back to basics. Laten we het functioneren van de vereniging eens onder de loep nemen. Functioneert je vereniging eigenlijk wel optimaal? Als we kijken naar het merendeel van de clubs, dan zien we dat er een aantal overeenkomstige symptomen zijn. Heb je ook moeite met het vinden van vrijwilligers, of wordt het steeds lastiger om de barbezetting rond te krijgen? Heb je voor iedere wedstrijd een scheidsrechter, zijn er voldoende ouders om te rijden? Heb je ook het gevoel dat het af en toe dweiden met de kraan open is? Ja, en, en toch krijgen we het steeds weer voor elkaar. Maar als we naar de thermometer kijken, dan is het toch niet zo goed en gezond als het lijkt. In de komende minuten neem ik je mee door mijn analyse van hoe we het verenigingsleven gezonder kunnen maken. In plaats van symptoombestrijding gaan we het nu fundamenteel anders doen. Als je kijkt naar de meeste verenigingen, dan zijn ze ontstaan in een heel andere tijd en een heel andere samenleving. Sommige zijn ook al meer dan 100 jaar oud. Het was de tijd waar de, de kerk het dorp domineerde, de schoolmeester meer status had en de veldwachter nog enige mate van respect genoot. Hele andere tijden. En in die tijd kenmerkte de vereniging zich door een aantal gelijkgestemden die elkaar goed kenden en onderling sterk waren verbonden. En al die leden waren dan ook gelijk bereid om de handen uit de mouwen te steken voor hun vereniging. Hun vereniging. En die uren die je erin stak, in de vereniging, die voelden niet als een verplichting. Sterker nog, het was het deel van de lol en het plezier dat je had. Het was immers jouw vereniging. En daarbij was het vanzelfsprekend dat iedereen zijn stem liet horen tijdens de algemene ledenvergadering. De vereniging functioneerde echt als democratie. Maar nu komen de leden op een veel losser manier bij de vereniging. Onder invloed van de individualisering zijn de motieven waarom mensen zich bij een vereniging aanmelden heel divers. En daarmee is de vanzelfsprekende gelijkgestemdheid en verbondenheid steeds verder te zoeken. In de waardevolle vrije tijd die we hebben, valt er zoveel te kiezen dat de vereniging moet concurreren met allerlei andere vrije tijdsbestedingen. Nou, je kent er vast wel, hoe moeilijk is het wel niet om in de voorjaarsvakantie of, of, of tijdens de Ramadan de F2 in volledige bezetting te laten spelen. Dus die waardevolle vrije tijd en de losse verbanden maken dat mensen zich niet automatisch meer als vrijwilligen beschikbaar stellen. En, en als je ze dan vraagt: wil je wat doen voor de club? Dan luidt het antwoord vaak. Vrijwilligerswerk, jeetje, ja, daar, daar heb ik helemaal geen tijd voor, man. Dus als, als ik wat doe, dan moet het wel passen in mijn agenda. De vereniging rust daardoor op de schouders van maar enkele vrijwilligers. En de democratie van de verenigingen is ook ver te zoeken. Eigenlijk aan het afbrokkelen, met een opkomst van slechts een handjevol leden tijdens de algemene ledenvergadering. En, en tegelijkertijd zijn die leden dan wel zo dat ze steeds hogere eisen stellen. En ook over de kwaliteit van de vereniging worden ze kritischer. Ze gedragen zich min of meer als klanten, waardoor de oorspronkelijke functie van de vereniging onder druk komt te staan. Besturen hebben in de afgelopen jaren deze problemen proberen te tackelen. Maar als we de vereniging goed willen laten functioneren, is het wel handig dat we grip hebben op de organisatie. En als we naar de organisatie kijken, dan zijn er eigenlijk drie zaken waar die besturen aandacht aan moeten besteden. Strategie: wat voor club willen we zijn, welke koers willen we varen? Structuur. Wie doet eigenlijk wat binnen de club en, en hoe hebben we dat dan georganiseerd? En de cultuur, hoe gaan we met elkaar om? Wat zijn dan onze gebruiken en rituelen? En vooral ook, hoe wordt de verbinding gemaakt? Voor het bestuur. De uitdaging om deze aspecten op elkaar af te stemmen, zodat de organisatie in balans is. Er is veel tijd gestoken in het professionaliseren van de verenigingen door met name de structuurkant van de vereniging te ontwikkelen. Verenigingsondersteuning helpt bij het opstellen van beleidsplannen, het inrichten van de organisatie en het verbeteren van de voetbaltechnische aspecten. Nou, dat zijn op zichzelf goede kwaliteitsimpulsen, maar er is meer. Sinds enkele jaren is daar de aandacht voor de strategiekant, wie willen we zijn en bepaal je ambitie, bijgekomen. Maar de cultuurkant is echter in grote mate onderbelicht gebleven. Dit terwijl het cultuuraspect wellicht de meest kritische succesfactor is van een vereniging. Dat is de menskant. Een vereniging is namelijk helemaal geen bedrijf. Een bijzonder kenmerk van de vereniging is dat de informele kant van de organisatie veel belangrijker is dan de formele kant van de organisatie. En in al die professionaliseringsinspanningen ten spijt zijn we daarbij eigenlijk niet vergeten wat de essentie is van een vereniging: namelijk verenigen. Met als werkend principe onder die vereniging het samen de schouders ronder zetten. Moeten we daarom juist niet meer aandacht besteden aan de cultuurkant van de vereniging? Ja, dat is wel heel makkelijk, hè? Hebben we niet te veel klakkeloos naar de pijpen gedanst van al die verschillende wensen van de leden in de afgelopen tijd? Trainen wanneer ik wil, viermaal per maand een wedstrijd, goede ballen, gekwalificeerde scheidsrechters, warme douches, gedegen trainers, uitgebreide lunchkaart, geen romslomp. Ja, we, we willen al die leden wat graag binnenhalen en tevreden houden. Om? Om groter te worden. We lijken wel een bedrijf. Maar de Vereniging is geen bedrijf, is geen supermarkt waar je een veelheid aan producten in je kuik kunt laden, al nagelang je behoefte. En de leden zijn geen consumenten van wie alleen wordt gevraagd bij de kassa af te rekenen. Het is niet u vraagt wij draaien. De Vereniging is een gemeenschap waar gezamenlijk een doel wordt nagestreefd. En waar iedereen achter staat en zijn schouders onder zet. Ja, dat betekent dat we extra aandacht aan het cultuuraspect zouden moeten geven. En dat hoeft niet heel complex te zijn, het is geen, uh, geen hogere wiskunde of zo. Het zit hem vaak in hele kleine en eenvoudige dingen. Succesvolle bestuurders doen dit door mensen aandacht te geven en vooral ook waardering te geven, contacten te leggen en zodoende een band op te bouwen. Ze slagen erin om de mensen het gevoel te geven: we horen erbij. Ja, en dat willen we toch allemaal graag. En mede door dit gevoel zijn diezelfde mensen weer bereid iets terug te doen voor de vereniging. Uh, uit, uit, uit alle onderzoeken naar vrijwilligerswerk komt naar voren dat mensen best vrijwilligerswerk willen doen. Maar dan moeten ze wel gevraagd worden. Maar vooral gevraagd worden door mensen waar ze een band mee hebben, die ze kennen. En zouden we van dit inzicht niet veel beter gebruik kunnen maken? Dus als we terugkijken, hebben we dan niet te veel aandacht voor de structuurkant gehad? En zouden we dat niet compleet anders moeten doen? In plaats van pleisters plakken, zou je als bestuur kunnen bouwen aan het belangrijkste fundament van de vereniging. De mensen. Richt je op het samen zijn in de vereniging, richt je op een bloeiend verenigingsleven. Als dat er is, gaan veel andere zaken volgens mij vanzelf. Het kan, maar het kost tijd. En dat begint bij het maken van duidelijke strategische keuzes. Zo'n vereniging willen we zijn. Een vereniging die bloeit en waar ieder lid ook zijn steentje bijdraagt. En vooral dat laatste met misschien wel een missie als voetballen met elkaar en voor elkaar. En natuurlijk hoort daar dan wel een goede organisatie bij. Eén die gebruik maakt van al die schouders. Maar, ja, dan moeten ze natuurlijk wel zijn. En het goede nieuws is, ze zijn er. Soms staan ze zelfs voor je neus. Letterlijk. Daarom is er in goed functionerende verenigingen... vooral veel aandacht voor de mensen en de wijze waarop ze met elkaar omgaan. Hoe ze betrokken zijn en hoe ze kunnen meedoen en bijdragen... Zij zijn de vereniging. De energie is er in iedere vereniging, maar die wordt niet altijd benut. Dan zul je denken, maar ja, ik, ik doe al zoveel. Maar het gaat ook niet zozeer om meer doen, maar om andere dingen doen. Zie jezelf als, als, als de inspirerend leider die als kerntaak heeft... contact leggen, praatjes maken... Positiviteit uitstralen, groot maken wat goed gaat, waardering uitspreken, begrip hebben voor andere meningen, maar vooral weten te binden en verbinden. Het klinkt zo eenvoudig, maar het is wel de kern. Je krijgt er heel veel voor terug: plezier, extra betrokkenheid, een bloeiend verenigingsleven. Ja, en daar gaat het uiteindelijk om. Ja, en ben je zelf niet zo'n persoon, dan moet je gewoon op zoek. Ook in jouw vereniging zijn ze te vinden. Die verbinders, enthousiastelingen en oplossers. Je kunt ze zo aanwijzen. Die ritselaars en de regelaars. Die vanuit hun positieve insteek altijd van alles voor elkaar krijgen. Vind ze en zo kun je al die verborgen energie van je leden mobiliseren. Besteed daar je aandacht aan. En het kost tijd en dat gaat natuurlijk overal anders. Maar laat je niet ontmoedigen. De vereniging bestaat niet. Leven het verenigen. Back to Basics. Thanks for watching!